Van ervaring zelf leer je niets, tenzij je erop reflecteert. Of zoals de filosoof Aldous Huxley zegt, ervaring is niet wat er met je gebeurt, maar wat je doet met wat er met je gebeurt. Welkom bij deze serie vlogs, speciaal voor de bezoekers en lezers van managementimpact.nl. Mijn naam is Joel Aerts, ik ben auteur, spreker en adviseur over leiderschapsontwikkeling. Onlangs is mijn nieuwe boek Ontwikkel je leiderschap uitgekomen. In dit boek beschrijf ik 14 krachtige principes voor het versnellen van je leiderschapsontwikkeling en die van je medewerkers. De komende 4 weken geef ik je inzichten en tips uit mijn nieuwe boek over leiderschapsontwikkeling. We starten vandaag met een inleiding over reflectie en gaan in de komende vlogs het hebben over de 3 stappen van reflecteren. We gaan direct van start met het eerste onderwerp. Reflectie is een weapon of mass development. Wanneer je je eigen ontwikkeling zou tekenen, dan heeft ze waarschijnlijk veel weg van een achtbaan. Ups en downs volgen elkaar snel op. Een scherpe bocht naar links en dan opeens een looping. Leren is grillig. Ook Herman Ebbinghaus ziet leren als een achtbaan. Eind van de 19e eeuw ontwikkelde deze Duitse psycholoog de leercurve. Een curve die redelijk vlak begint, vervolgens sterk omhoog gaat en uiteindelijk weer afvlakt. En daarmee kent de leercurve 3 fasen. Die langzame start, die sterke versnelling en uiteindelijk het plateau. De eerste fase is dus de langzame start. Een fase waarin je het leeronderwerp nog moet leren kennen. Je bent geneigd om het onderwerp te benaderen vanuit de lessen die je hebt getrokken uit eerdere, andersoortige ervaringen. Wanneer je doorhebt dat er geen garantie is dat de lessen uit het verleden ook werken in het heden, kom je in de volgende fase terecht. De sterke versnelling. Je leert nu snel de uitdagingen van je nieuwe situatie kennen. Je gaat op zoek naar nieuwe oplossingen. Je leert wat wel en wat niet werkt. En waarom. Je ontwikkelt nieuwe kennis en vaardigheden. Je leercurve gaat steil omhoog. Maar na een tijdje vlakt ook deze steile leercurve weer af. Helaas. Je bereikt de 3e fase, het plateau. Van ontwikkeling is nauwelijks nog sprake. Een volledige stilstand ligt op de loer als je niet oppast. Je bent effectief, maar je leert niks bij. Of vrijwel niks meer bij. En je zit op het plateau. Toch hoef je je niet neer te leggen bij jouw leercurve. Je kunt de leercurve doorbreken. Je kunt een langzame start verkorten en een sterke versnelling verlengen. En het plateau proberen te voorkomen. Om dit te kunnen doen, moet je begrijpen waarom je tijdens de langzame start en het plateau zo weinig leert. Terwijl je tijdens de sterke versnelling juist wel weer veel leert. Het geheim is even eenvoudig als voor de hand liggend. Het zit zo. Tijdens de langzame start en het plateau ben je vooral aan het doen. Je staat op de automatische piloot. Je denkt maar weinig en doet ontzettend veel. Terwijl je tijdens de sterke versnelling juist aan het doen en aan het denken bent. Leren van ervaring doe je door zowel te doen als te denken. Tegelijkertijd of tenminste heel kort na elkaar. Het klinkt zo eenvoudig en toch brengen we het maar weinig in de praktijk. Wij mensen vinden het heerlijk om op de automatische piloot te staan, zegt Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman. De automatische piloot biedt ons namelijk heel veel voordelen. We hoeven niet de hele tijd keuzes te maken en we kunnen vaart maken. We houden energie over voor andere zaken die we juist niet op de automatische piloot kunnen oplossen. Maar toch, als je iets wil leren van je ervaringen, moet je reflecteren. Dat is het nadenken over een ervaring met als doel om ervan te leren. Hoe je reflecteert op ervaring en dus hoe je leert van ervaring, is de laatste 100 jaar door vele psychologen beschreven. Denk daarbij aan Dewey, Wilbur, Dixon en Kolb. De ideeën van David Kolb zijn het bekendst. In vrijwel alle leertheorieën is reflectie één van de belangrijkste ingrediënten. Niet voor niets noem ik reflectie graag een weapon of mass development. Ik heb het onderzoek van deze uitstekende psychologen wat oneerbiedig teruggebracht tot 3 eenvoudige stappen die mij door de jaren heen heel erg hebben geholpen. Reflecteren kent 3 stappen. Beleven, bevragen en begrijpen. In mijn volgende vlogs loop ik elk van deze 3 stappen met je door. En als je zo reflecteert, zet je zwaar geschut in voor je eigen ontwikkeling. In de volgende vlog gaan we naar stap 1 kijken. Beleven.